Er is een groot tekort aan scheidsrechters in het Brabantse amateurvoetbal. Veel scheidsrechters zijn in coronatijd gestopt en hebben geen zin meer in de kritiek van toeschouwers langs de kant. En dat zorgt bij veel voetbalclubs ieder weekend weer voor een enorme puzzel. Voor de wedstrijd VV Gemer tegen SV Brandenvoort is een scheidsrechter gevonden. Maar er zijn steeds minder enthousiastelingen. Dat is een hele puzzel, ja. Je komt er gewoon tekort. Voor vandaag hebben we het precies ingevuld gekregen. We hebben ook niemand over. Nee. Voor morgen hebben we 4 wedstrijden waar 2 scheidsrechters op staan. Dus er zijn scheidsrechters die moeten 2 wedstrijden achter elkaar fluiten. Gewoon omdat er niet meer mensen zijn. Het probleem is in coronatijd alleen maar groter geworden. Er zijn wel mensen bovenin gestopt. De ouderen, mensen die ze graag een vrij weekend willen. Maar van onderuit is er niks bijgekomen omdat de KNVB al 2 jaar geen opleiding meer heeft gedaan. En ook het commentaar vanaf de zijlijn maakt het er voor de scheidsrechters vaak niet leuker op. Maar je hebt soms ouders erbij of een coach die iets te fanatiek is in het spelletje. Die neemt het iets te hoog op. En dan begint het gemopper. Als ik altijd bij amateurs elftallen kijk, dan wordt er enorm veel gemopperd. Ik zou zeker zeggen, de mensen die aan de kant zitten en die het allemaal beter weten, ga alsjeblieft vlaggen of pak de scheidsrechtsfluit op. Misschien hebben we dan zo het tekort kunnen opheffen.